Fusion wil graag een brede vereniging zijn en laten zien dat volleybal een sport is voor iedereen. We willen graag zoveel mogelijk mensen bereiken. En tegelijkertijd ook omdat we sinds dit jaar een A-League vereniging zijn, een beetje onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om ons als vereniging ook echt te profileren als de club van Rotterdam. En daarmee is het zitvolleybal officieel van start gegaan. Dit is wat je wil. Je wilt gewoon een normale vereniging, ja, sorry voor het woord, normaal. En gehandicapte sporters, sporters met een beperking, bij elkaar in één vereniging. Van elkaar leren, van elkaar kijken en dan zie je dit soort mooie initiatieven. Ja, dat is echt wel geweldig. Nou, de wedstrijden die we hebben gehad, het EK, initiatief genomen door Sportsupport. Het zou toch in Rotterdam ook moeten kunnen. 4 maanden later, Fusion, mooie vereniging, pakt het op en dit is het resultaat. Helemaal gaaf. Het is of je nou een topsportevenement organiseert of bij zo'n vereniging een afdeling optuigt. In de meeste volle breedte willen wij met Sport op Maat het aanbieden van sporten voor mensen met een beperking gaan organiseren. Het is doodvermoeiend, je kijkt je er echt enorm op, maar je moet heel erg veel met je armen doen en dan ook nog een keer slaan en bewegen. En zoals de nationale coach zegt, van ja, je moet alles met je handen doen, nou, dat moet ook en dat merk je wel direct, gelijk overal spierpijn. De eerste aanmeldingen zijn binnen. We hebben een strevenaantal per half juni, dan willen we echt een volle trainingsgroep hebben. Dat wil zeggen dat we rond de 10-12 spelers willen hebben. En met dat aantal kunnen we deel gaan nemen aan de competitie. Mario! Feitelijk zijn er nu 17 verenigingen meer met gehandicapte sport bezig dan voordat we met Sport op Maat begonnen. We zitten nu op een kleine 70 verenigingen die ermee actief zijn. Maar het heeft veel meer opgeleverd dan dat. Wat we vooral als winst beschouwen is dat de organisaties in Rotterdam die zich bemoeien met gehandicapten nu naast elkaar staan. En met elkaar gezamenlijk een beleid ontwikkelen om te kijken hoe je meer gehandicapte mensen aan het bewegen krijgt. En dat vind ik eigenlijk de mooiste winst tot nog toe. Ja.